De Dataloog is de Nederlandse dialoog over Big Data, Data Science, Machine Learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten rondetafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen. Welkom bij Dataloog nummer 32. En vandaag gaan we het hebben over misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen die er is in het hele data science land: data kwaliteit, data kwaliteit, ETL en, schoonmaken van data, geautomatiseerd. Hoe snel heb je er toegang toe? Wat is de rol van data warehouse? Al die vragen. Die ervoor zorgen dat de antwoorden die we uit onze modellen halen, werkelijk ook waar zijn. En het is zoveel voorgekomen en het is zo'n groot probleem in het hele data science landschap en in het proces. Hier moeten we duidelijkheid over hebben. Vandaag, we zitten bij Hot Item vandaag. Aan de ene kant zit hier Patrick en aan de andere kant zit Remco. Allebei werkzaam bij Hot Item op data governance en data quality. Heerlijk, ik heb er nu al zin in. Ik hoop dat ik aan het eind van deze ronde gewoon weet wat ik met mijn data moet. Welkom heren in deze uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Een um, momentje. Welkom in de uitzending. Dankjewel. <laughs> ja. Dankjewel. Normaliter um, doen we doe het altijd anders. Dan gaan we altijd jullie uh, 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 voorstellen. Maar ik wil eerst eventjes uh, het centrale thema van hier is data kwaliteit. Nou ja, weet je. Um, we beginnen gewoon deze keer met de kettingvraag. de kettingvraag was zo helder over data kwaliteit. En dan gaan we dan wel praten over wie jullie zijn. Maar dit is gewoon volgens mij de essentie van het geheel. Je mag een, een, uh, uiteindelijk ook weer een vraag stellen aan de volgende... Uh, gasten die we binnenkrijgen. En dat is een, uh, een vraag uh, van Hot, uh, Hot Item. Je mag je een vraag stellen. Die hebben een hele sessie over datakwaliteit. Dus we gaan helemaal één uur lang praten over kwaliteit van data. Hoe verbeter je dat en dergelijke. Heb jij specifieke vragen waar je zegt dat zou ik daar nou eens bij Hot Item neerleggen? Hoe zouden jullie op een systematische manier kunnen vaststellen. dat de data die wij verwerken ook data is waarop we kunnen, op kunnen vertrouwen? Dat de data correct is zonder dat te doen, incidentgedreven, het is fout, maar op een systematische manier van tevoren uh, uh, dat te doen. Zodanig dat we erop kunnen vertrouwen in onze processen. Uh, uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Een andere vraag. Ik ga ik, uh, doorzetten naar, uh, naar, die, uh, naar onze volgende gasten. Nou, daar zijn we met de volgende gasten. Ja, heren. Um, laten we, dit is voor mij het centrale thema. Hè? Zeker. Dat is waar het bij heel veel organisaties om draait. Ja en ook in deze podcast. Ja, toch, ik, ja. <laughs> laten we beginnen even met jullie voorstel. Patrick. Wie ben je? Wat ben je? En uh, wat, wat is je achtergrond? En wat, uh, wat maakt je blij? Um, nou, ik heet Patrick Schoenaker. Ik ben momenteel een jaar of vier werkzaam bij Hot Item. Um, ik kom eigenlijk uit het uh, altijd uh, met, met de achterkant gewerkt, dus vanuit databases, databasebeheer via BI, ETL naar. Uh, Pre-sales bij een Data Quality toeleverancier en daarna bij Hot Item eigenlijk uh, Data Management Data Quality uh, prediker, denk ik. Daar hangt ook een aureooltje boven zijn hoofd, zo'n ja, uh, zo vleugeltjes, hij is, hij is de, de Data Quality prediker. En aan de andere kant uh, Remco. Remco Meijer, 46 jaar, ja. 12 jaar bij Hot Item, achtergrond in uh, verandermanagement, laatste Jaren, zeker bij Hot Item, data altijd centraal, datakwaliteit En in organisaties ook vooral van ja datakwaliteit data kwaliteit bereiken we samen. Dus dat is niet alleen een technische oplossing, het is wat je met de organisatie als geheel doet. Dat, dat zou mijn volgende vraag geweest zijn. Wat heeft datakwaliteit in hemelsnaam te maken met, uh, met, een, uh, met, met, de, met de kant van de organisatie? Maar je hebt me al gelijk verklapt. Um, een beetje wel, hè? Ja. <laughs> Uh, nou ja, laten we gewoon beginnen met de eerste vraag. Heren, hoe staan we ervoor uh, in, in de Nederlandse BV Nederland als het gaat om uh, datakwaliteit? Wat komen jullie tegen? Um, nou, uh, ik, kan, ik kan meteen wel uh, beginnen met een, uh, uh, met een observatie van mijn kant. Uh, ik geloof, ik ben nu 20, 25 jaar aan het werk... Uh, en ik zie nog steeds dat we informatieproducten maken, of dat nou in de cloud zit of op on-premise. Uh, we maken dashboards, we maken datafeeds, uh, rapporten, uh, we doen analyses op data. En als je dan vraagt wat betekent dit stukje data, dit kolommetje, deze dit veld uh, omzet, wat is dat voor iets? Um, dan krijg je geen antwoord. We weten niet. Is het nou omzet inclusief BTW, exclusief BTW van vorig jaar, van dit jaar, van het hele bedrijf, van een afdeling? Men weet het nog steeds niet. En als je nou niet weet wat die data betekent en ook niet wat de kwaliteit ervan is. Hoe kan je dan in godsnaam ooit sturen op informatie? Hoe weet je dan waar je, waar je het over hebt? En ik kan nog wel een andere stelling erin gooien. Ik denk dat als ik uh, kijk in mijn praktijk, waar, waar we tegenkomen bij klanten. Je gaat aan een data-analyst vragen van hoeveel tijd ben je nou bezig daadwerkelijk met analyses die bijdragen aan het realiseren van de businessdoelstellingen, dan komen ze niet hoger dan 20%. 80% van hun tijd zijn ze bezig met het samenstellen van datasets, het prepareren van de data, het schoonmaken van de data. Het begrijpen wat het is. Als er al begrip is. Ja, zo, nou, kom er maar in met je... Dat klinkt bedroevend. Maar het, 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 het klinkt misschien, laat ik zo zeggen, het klinkt niet bedroevend, maar het is wel... Um... Realiteit. Het is realiteit, ja. En wat is het hoogste haalbare? 40% van je tijd bezig zijn met analyse en 60% van, uh, van, je, van je tijd met schoonmaken? Of kunnen we ooit naar 0% toe, uh, data is altijd schoon, maak je weer geen zorgen, ga lekker analyseren? Wij hebben voorbeelden van organisaties waar ze het dusdanig goed op orde hebben gekregen met elkaar. Dat ze stresstesten, uh, uh, rapportages, verantwoordingsrapportages naar uh, bijvoorbeeld een DNB en ECB uh, met twee muisklikken kunnen doen. Het kan wel. Het kan, oké. Okay. Maar je hebt de tijd voor nodig. Ja. Je hebt er uh, doorzettingsvermogen voor nodig. En je moet erin investeren. Ja. Oké. Okay. Gaan we het zo over hebben. Gaan we nu eerst naar... Het datanieuws van de week. Het datanieuws, heren. Hebben jullie een nieuwtje meegenomen voor de show? Uh, ja, ik uh, kwam laatst wat tegen. Dat uh, Spotify... Uh, nou heb ik de percentages, weet ik niet meer helemaal precies hoor. Maar dat die een heel groot deel van hun royalties niet kunnen uitbetalen. Omdat de metadata in de mp3's uh, niet goed is. Ze weten dus niet wie de artiest is of uh, uh, wie de componist is. Of het, hou je, nog even eventjes voor de herhaling. Spotify kan niet een deel niet uitbetalen omdat ze geen idee hebben wie de muziek gemaakt heeft die nu afgespeeld wordt. Ja, precies. Maar Spotify is toch het grootste platform op audio van de wereld. Ja, maar uh, het maakt er niet uit hoe groot je bent. Hè? Dat zie je ook bij uh, de klanten waar wij komen. Dat is van groot tot klein. Um, ja, ik weet niet of ik dit zo, zo mag poneren, maar eigenlijk is het bijna overal een pijn op. <laughs> zo. Dus, uh, bedrijven weten niet goed waar, waar hun data staat, wat het betekent en wat de kwaliteit is. En daar uh, wordt ook niet op gelet. Waar, waar heb je dit artikeltje vandaan eigenlijk? Uh, waar heb ik dat vandaan? We doen een link naar de show notes eventjes. Dat, uh... Uh, ik, de, uh... Het stond op de website van de NMS. Ja, van de NMS, volgens mij. En jij, heb jij nog een nieuwtje voor de, voor, de, voor de show? Wordt heel diep nagedacht aan de overkant. Ja, er, er, er waren een aantal nieuwtjes die voorbij kwamen. Maar eh, kunnen we die noemen? Dat is altijd dan weer even de vraag. Hè? Want om, om, je moet wel goed weten, de achtergrond ook weten, om zoiets te, te kunnen. Maar er waren een aantal eh, nieuwtjes, er waren meerdere nieuwtjes eh, afgelopen weken. Die eigenlijk terugkwamen op hetzelfde. En dat is namelijk, eh, welke vragen stel je aan je data? Uh, er waren een aantal aanbestedingen waarbij ze achteraf moeten concluderen dat ze niet de juiste producten hebben gekregen, opgeleverd hebben gekregen. En dat was ook, de basis was daar eigenlijk, we weten niet precies wat we nodig hebben. Even terug, bij aanbestedingen denk ik aan overheidsinstanties. Bijvoorbeeld. Ja, ja. dus die schrijven ja. een tender uit en vervolgens wordt er gekeken, is er geleverd wat er gevraagd is en dat blijkt dus niet zo te zijn. Uh, sterker nog, er is opgeleverd volgens de uh, criteria in de aanbesteding opgenoemd, mm -hmm. maar het opgeleverde product blijkt niet te gebruiken te zijn, omdat ofwel de vaarwegen uh, minder diep zijn dan dat er, uh, hadden, ze hadden verwacht. Ja, ja, ja. Uh, ja, eigenlijk komt dat neer op, we, we, we doen wat je vraagt en niet wat je bedoelt. Dat, is, dat gaan we als een statement neerzetten boven de show notes in de podcast. We, ah, ja. we doen wat je vraagt, maar niet wat je bedoelt. Ja. Nog even terugkomend op Spotify trouwens. Uh, wat mij dus ook opvalt van Spotify. Ik, ik, heb, ik, ik heb een, een artiesten ingang in Spotify als, uh, als podcastmaker. Spotify is het enige platform dat mij niet real-time kan vertellen hoeveel luisteraars ik heb. Sterker nog, de statistieken lopen twee dagen achter. Ja, ik, ik, ik weet natuurlijk niet hoe Spotify intern werkt, maar ik ken wel vergelijkbare problematiek bij, bij klanten. He, met uh, data warehousing met uh, alle etl tussen diverse data warehouse lagen in dat daar uh, vrij veel tijd uh, uh, overheen gaat, maar dus, toch? Andere uh, Apple geeft me real-time, uh, Lipsin geeft het me real-time, al die dingen kunnen dat vertellen, maar Spotify dus niet. Ik vind dat, ik vind dat, ik vond het persoonlijk wel shocking eigenlijk dat een zo groot platform dat dan dus niet kan. Ja, kijk, uh, de grootte van, de, van het bedrijf uh, uh, is niet altijd. Uh, 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 veelzeggend wat betreft datakwaliteit of metadata of, uh, of informatieverschaffingen. Uh, ik heb bij van zeer grote tot zeer kleine bedrijven gezeten en ook daar was het altijd moeilijk om uh, op tijd uh, de stuurinformatie uh, boven water te krijgen. Oké, okay. um, je noemde net eventjes een paar termen voor de luisteraars die het niet weten. ETL, wat is dat en, en, en wat is daar zo belangrijk aan? Uh, ETL is uh, eigenlijk een afkorting van uh, Extract, Transform en Load. Hè. Dus eigenlijk als jij een uh, 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 traditioneel data warehousing, dan haal je data uit bronsystemen. Dus extracten. Je transformt het, je, uh, 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 je voegt samen, je doet een berekening ergens op en je laat het in een warehouse. En een data warehouse, dat is de waarheid in de organisatie. Hè? Ja, een data warehouse is een plek waar je data uit diverse bronnen. Uh, uh, bij elkaar brengt, om het te kunnen combineren, om zo zinnige stuurinformatie te kunnen maken. Um, de waarheid, uh, uh, het is nog steeds data, het is nog geen informatie. En een verschil tussen, even, even één definitie helder: ik hoor heel veel het woord data leak, en dan heb je het nu over data warehouse. Uh -huh. Voor die managers die, idee, die geen idee hebben waar het over hebben, wat is daar het verschil tussen? Ja, uh, de interpretatie verschilt nogal, maar in principe is een data warehouse is nog wel een gestructureerde manier om data uit diverse bronnen bij elkaar te brengen. En dat warehouse is eigenlijk een grote database waar tabellen in staan met een specifieke omgeving. Uh. Ja. ja, en een data lake, um, ja, in de geldende definitie, is dat eigenlijk uh, um, een, een plek waar data uit diverse bronnen um, bij elkaar kan komen, maar. Um, dus dat kan gestructureerde data zijn, zowel in tabellen, een databasevorm. Maar het kunnen ook streamdata zijn, of het kunnen plaatjes zijn, of ook gestructureerde data. Um, daar is niet per se een samenhang tussen in een leek. Helder verhaal. Dan naar de inhoud. Heren, kunnen jullie mij een definitie geven van datakwaliteit? Dan kijk ik eerst jou aan, uh, Emco. Wat is datakwaliteit? Datakwaliteit, wat ik vaak gebruik, is uh, de, de norm die je aan data stelt en uh, die je nodig hebt... Om jouw werk te doen. Dus feitelijk data die jij gebruikt, die jij nodig hebt om besluiten te nemen, moet aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Dat kan verschillen per het type werkzaamheden wat je wil. En dus, dus de norm zelf verschilt, als ik jou goed begrijp, per werkzaamheid, per persoon, maar wel over dezelfde data? Dat kan, ja. Dat is, dat is heel logisch, hè? Als je, uh, als je kijkt van uh, de kwaliteit, de, de schoonheid van jouw keuken om erop geust te spreken, dat hangt er maar heel veel van af of jij een versterren restaurant bent of dat je gewoon thuis een beetje staat te klommelen. Of uh, uh, van hoe belangrijk uh, het is dat het echt spik en span en uh, op de micrometer zuiver is. Een ander voorbeeld is een, een arts. bijvoorbeeld. Een arts wil dat de patiëntendossiers kloppen. Uh, stel je voor dat er iets niet klopt aan het aantal, aan de hoeveelheid medicijnen of zo die jij aan iemand hebt toegekend. Uh, ga je vanuit een autoriteit denken over medicijngebruik, dan heb je uh, data op een hoger aggregatieniveau uh, nodig. Ja. En jouw definitie van, uh, van datakwaliteit? Uh, nou, die zit eigenlijk wel een beetje in lijn met wat Remco zegt. Um, uh, de kwaliteit is uh, um, de benodigde kwaliteit is de kwaliteit die je nodig hebt. Hè? Uh, um, natuurlijk kun je zeggen, um, je kunt allerlei dwarsstraten maken, hè? is het uh, data. Uh, zijn de alle velden gevuld? Uh, hebben ze correcte waarden? Is het tijdig? Is het, uh, je kunt verschillende invalshoeken uh, kiezen voor, voor wat betreft datakwaliteit: uh, compleetheid, validiteit, uh, uh, correctheid, uh, volledigheid. Uh, er zijn verschillende perspectieven waar je uh, naar kunt kijken. Ja, en de, en, maar nu, die perspectief, dat zijn ook de meet-eenheden een, om te meten dat, kwali, dat datakwaliteit goed is. Zie ik het goed? Um, ja, ik wel, het, zijn, het zijn de dimensies waar je naar je kijkt. Ja. Nou, laten we die dimensies er nog eens even bij pakken. Je zegt tijdigheid. Kwaliteit. Um, dus is het, is het veld goed ingevuld? Moet ik het zo zien? Ja, die, de, de invulling van die definities die uh, varieert wel afhankelijk van waar je, uh, welke bron je, uh, je neemt. Maar validiteit is inderdaad van, is het een, een geldige waarde die daarin zit? Hè? Um, en dat kan, dat kan je vanuit verschillende perspectieven bekijken. Bijvoorbeeld als jij een product... Uh, tabellen heb met producten erin die je verkoopt. Um, is dit een product dat ik ook werkelijk verkoop? Um, dat is er één. Je kan ook zeggen, um, is zo'n waarde um, uh, een werkelijk bestaande waarde? Als ik een lijst met landcodes heb en ik heb een, uh, een land daarin staan, bestaat dit land ook echt? Dus komt het ook overeen met de werkelijkheid? Als ik een uh, verkoop aantallen... Ik kan dat berekenen, ik kan definiëren dat het verkoopaantallen zijn, maar zijn het ook de aantallen die ik daadwerkelijk verkocht heb? Dus je hebt dat als een combinatie van correctheid, dus validiteit. Um, je hebt um, uh, relaties tussen data. Als jij kijkt, postcode 1000 hoort altijd uh, Amsterdam bij. In welke gevallen wijkt dat af? Dan heb je weer correlatie tussen verschillende data elementen waar je naar kan kijken. Dus er zijn allerlei invalshoeken waar je naar kan kijken. En welke invalshoeken voor jou belangrijk zijn, hangen af van wat je met die data wil gaan doen. Dan even naar de. Dus we hebben nu de definitie. We hebben de stand van kwaliteit. We hebben hoe we het gaan meten. En nu komt een bedrijf binnen bij jullie uh, met een vraag. Wat zijn nou de typische vragen die jullie krijgen als het gaat om datakwaliteit? Of komt datakwaliteit ergens along the way gedurende het project? Van Oh ja, nee. We hebben analytics gedaan. We hebben iets zo maar we snappen de uitkomsten niet. Misschien is het datakwaliteit geweest. Wat kom je tegen? Ja, ja, weet je, de vraag krijg je nooit expliciet. Dat is vaak juist het probleem. Oké, okay, dat is dus een heel belangrijk beginpunt. De vraag: kun je ons helpen met onze datakwaliteit krijg je niet? Nee, jij? Nee, nee, ik krijg hem ook niet. Meestal zit de vraag: uh, kunnen, jullie, kunnen jullie ons helpen met het opzetten van een data warehouse? Of wij willen meer met data analytics? Kunnen jullie ons helpen? Wij hebben stuurinformatie nodig of wij moeten ons rapporteren aan een toezichthouder. Of, of wij hebben dit uh, deze BI tooling die is verouderd, wordt niet meer ondersteund, wij gaan over naar een nieuwe tool. Kunnen jullie dat voor ons doen? De, de verhalen, de, de vragen die we krijgen, die, die, die kunnen heel erg verschillend zijn. Nou, weet je wat het uh, allermooiste is? Um, wij hebben ons derde Ditter Warehouse nu en uh, er komt nog steeds geen goede cijfers uit of geen goede stuurinformatie uit. Kunnen jullie ons helpen ons vierde Ditter Warehouse te maken? Ik heb ooit een keer meegemaakt. Ik heb ooit bij een bank een groot project gedaan. Het is een geniaal verhaal. Daar was de hit ratio van offertes. Je hebt een offerte stuur je uit. En die, als iemand akkoord gaat, dan heb, je, dan heb je gewonnen. En het belangrijke is bij offertes, zeker richting de Nederlandse bank. Nu de Basel II wetgeving, nu de Basel III wetgeving. Zolang de offerte geldig is, dan loop je risico. Als een niet geldige offerte mag je weigeren. Maar gedurende de geldigheid van de offerte... Uh, mag je dus uh, niet weigeren, want je hebt de offerte gegeven. Dus dan loop je dus risico, ook al is het geld niet uitgegeven. Nou, daar had ik een groot project op. En die bank had een aantal afdelingen. Die had een, een hoofdkantoor in Nederland, had even een, een kantoor in Duitsland, een kantoor in België, een kantoor in Spanje en een kantoor in de UK. En uh, het leuke was nu dat het, het verleningsproces in alle landen anders ingedeeld was. In Nederland zijn we dat heel strikt, ik stuur een offerte. En als de offerte uh, verlopen is, dan maak ik een nieuw regeltje aan in mijn, uh, in mijn dataset. Van de offerte is verlopen, ik heb een nieuwe offerte. Nou, even het andere uit: Spanje. Uh, Spanje, manana, manana, rustig aan, het komt allemaal wel goed. Je belt voor je bank eens een keer op voor een, uh, voor een, uh, voor een lening die je wil gaan hebben. Vervolgens ga je ter plekke ga je een keer lunchen met, je, met de bank en met de notaris erbij. Vervolgens ga je daar tijdens de lunch een offerte opmaken. Die, die teken je ter plekke waar de notaris bij zit en je loopt weer weg. Hitratio 100%. In Nederland per definitie, omdat je al een nieuwe regel aanmaakt in een data warehouse, had je, had je een lage percentage. Nou, cijfers komen bij de executive board, wat zegt die? Ja, Nederland je moet echt wat gaan leren van, uh, van Spanje. Want uh, ja, uh, zij doen het veel beter. Ja. Dit is datakwaliteit, toch? Ja, ja dat is definitie, hè. Uh, kijk, bij datakwaliteit wordt altijd ook uh, 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 definitie. Hoe wil je, ja. hoe zien wij, kijken wij naar deze data? En dat zijn volgens mij de, de kernaspecten ook. Hè. Als, je, als je dus uh, niet weet hoe, gedefinieerd, uh, hoe een bepaalde KPI gedefinieerd is, dan weet je dus ook niet waarnaar je kijkt. En dan kan je bij dus ook appels met peren vergelijken. En dan krijg je dus de eeuwigdurende discussies over mijn cijfers zijn anders dan jouw cijfers. Mijn cijfers kloppen wel, de jouw zijn fout of andersom. Um, zolang je niet vast gaat leggen hoe je hebt besloten te gaan kijken naar cijfers, en hoe je hebt besloten te meten. Ik zie Remco heel hard knikken. Ja, nou, hieruit, uit jouw voorbeeld blijkt maar weer dat het zo belangrijk is om, als je de wil interpreteren, of, of eigenlijk in dit geval gaat om metadata, om ook het proces erachter te kennen. Je moet de context kijken. Je hebt data en je hebt context. En pas als je data en context samenpakt, krijg je informatie. In dit geval, wat jij gaf, ja, je miste de context. Dus kon je als executive board nooit beoordelen wat je daar zag. Maar hoe vaak zie je het ook niet bij klanten, Remco, dat, uh, dat ze aan het. Uh... In 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 projecten die wij doen, hoeveel wordt er niet gesteggeld? Ik geloof deze cijfers niet. Deze cijfers kloppen niet met wat ik verwacht of mijn cijfers kloppen niet met wat ik altijd had in mijn Excel. Of we kunnen we kunnen bijna stellen dat het per definitie is. Op het ja. moment dat je een, een nieuw dashboard of een nieuwe rapportage opstelt, dan is per definitie dit klopt niet. Ja, en dat is dat, dat is dat is mijn mijn evangelie ook altijd. Hè. Hoe kan het nou dat je dus zeg maar als consultancybedrijf... of als uh, ook als bedrijven zelf dat jij uh, uh, bedrijven wil helpen te sturen op informatie, uh, op, echte, op echt goede informatie, en dat je dit gewoon niet helder hebt. We komen continu al twintig jaar aan dezelfde discussies terecht. Weet je, ja, het, het aardige daarvan vind ik altijd weer dat, uh, dat, en dan moet je ook kijken naar hoe je zelf de projecten aanstuurt, aan je moet al echt in een vroeg stadium het gesprek aan met, met de mensen. Je moet ze ook. Dat is eigenlijk verwachtingsmanagement voor een deel. Ja. En dat is vaak waar je, waar je ziet, en dat is ook in onze projecten, het blijft altijd een punt van aandacht. Hey, Oké, okay, we gaan iets nieuws maken, we gaan een dashboard maken. En we weten al per definitie dat je het heel groot is, de kans is heel groot dat je de cijfers niet herkent. En op het moment dat dat zo is, dan gaan we het gesprek aan. Maar op het moment dat je mensen ermee confronteert... en ze van tevoren niet hebt gewaarschuwd dat dat gaat gebeuren... dan, dan, dan kom je mee, mensen in een moeilijke situatie. Maar zelf... dan komen we op een andere podcast. en Dan komen we over de podcast van verandermanagement. Oh, Later leuk. Gaan we, dat, gaan we die nog een keer... Ja, uh... zullen die doen? <laughs> ik heb ooit een keer een discussie met een MT gehad. En uh, inderdaad, hetzelfde verhaal. Uh, en op een gegeven moment, uh, ja, de cijfers kloppen, bla, 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 bla. En op een gegeven moment zei hij, jongens, heel simpel, queries liegen niet. Uh, ja, dat hangt er wel vanaf. En, en toen dan, dan, dan gingen we aan de andere kant het, we een lampje branden. Dus als de, als de algoritmes zelf niet liegen, dan moet het bij, de, bij het invoeren en de interpretatie daarvan liggen. Dus dan gingen we ja. terug naar de, naar de definitie van de, van de KPI die gemeten werd. en Het ging over uitstaand obligo versus het nog niet uitstaande obligo en versus de totale. Uh, Offerte die er was. Hè. Je, je, je geeft een lening van 40 miljoen, die, uh, dan kun je zeggen: ja, een accountmanager heeft dus 40 miljoen verdiend, maar ja, als die 40 miljoen over 10 jaar uitbetaald wordt, heb je nu nog geen 40 miljoen verdiend. Nou, dat is, dat is, de discussie ging dus daarover en de cijfers vielen steeds lager uit, omdat we gingen verdisconteren met wanneer er iets uitbetaald werd in plaats van wanneer iets daadwerkelijk uh, geoffereerd was. Nou, helemaal, hij zei over dat de cijfers queries liegen niet. Jullie willen de, de KPI zo inzetten. Dus je moet sturen op die KPI en niet meer op waar, waar we uh, op je oude KPI, want dit is wat je hebt heb gevraagd. Ja, maar dat is dus precies wat je zegt. Hè? Hoe bereken ik die KPI? Ja. Uh, uh, persoon A vond dat het zo berekend moest worden, vindt persoon B dat ook? Zijn we het daar met z'n allen over eens dat het zo berekend moet worden? Um, uh, Berekenen we hem ook daadwerkelijk zo? Hè? Als je kijkt naar um, uh, uh, IT-landschappen en data warehouses, dan is het. Um, er wordt data van twee bronnen gepakt, die wordt aan elkaar geplakt en gejoind. Als je dat verkeerd doet, en je doet een inner join en de helft van je rijen valt weg, dan ben je daar ook alweer uh, 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 data kwijt. Uh, vervolgens hebben we ook niet duidelijk hoe die KPI berekend moest worden, want dat zei Henk wel, maar Jan die vond wat anders. Um, uh, Jan die heeft nog zijn eigen definitie in zijn hoofd en Henk die heeft zijn definitie in zijn hoofd. Dus dit is een. Uh, de wet van behoud van ellende, als je het niet vastlegt, als je het niet doet. En hoe leggen we dit vast? Dus jullie komen nog even terug naar de, naar de, naar de use case op de werkvloer. Het bedrijf komt binnen bij jullie hot item. We hebben de derde data warehouse gehad. We worden er helemaal, helemaal gek van dat de cijfers niet kloppen. Uh, we willen nieuwe predictive analytics gaan doen zometeen. Dan moeten we de data op orde hebben. Help. En dan? Jij komt binnen. En dan? Nou... Je kunt alvast, volgens mij, uh, kun je altijd beginnen met, het, uh, 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 met je project. Want volgens mij doe je namelijk heel veel van wat, we, uh, van wat je eigenlijk zou moeten doen. Doe je al bijvoorbeeld als jij uh, uh, aan het developer bent, je bent spul aan het bouwen. Dan ben je al met mensen aan het praten van hoe moet ik dit berekenen en uh, hoe moet ik dit doen en wat betekent dit veldje eigenlijk. Leg dat nou vast. Leg Aha, dat waar leggen we het vast? In een stuk gereedschap, in een... Uh, in een metadata catalogus of in een uh, business glossary. Leg dat ergens vast. Niet in een Word-document zes lagen diep op een SharePoint, ergens waar nooit meer iemand bij komt. Maar leg dat vast dat het vindbaar en doorzoekbaar is. Dat we ook weten waar we naar kijken. En datakwaliteit, als je in eerste slag een datakwaliteit, data profileren, dat is eigenlijk een beetje browsen door je data heen, door, door, uh, door metadata heen van wat zie ik nou, minimale waarden, maximale waarden. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, bij een klant waar ik nu zit, dan zag je dat 25% van de, van de voornamen alleen maar cijfers bevat. Nou, dat is, dat zijn, je ziet al heel gauw wat er voor rare dingen in je data zitten. En dan heb je vervolgens gesprekken met je, uh, met je business stakeholder. van, uh, hey, ik zie dit. Is dit nog goed? Moeten we dat fixen? Of is het geen probleem? Of wel? Um, dus doe nou gewoon in je development altijd even, kijk even naar je data en leg wat je afspreekt, leg het vast. Oké, okay, dan hebben we het vastgelegd. Hè. Dus we hebben dus nu uh, vijf man hot item binnen gehad. Die gaan naar alle data warehouses en hebben met iedereen gepraat. Dat wil nog niet zeggen dat de datakwaliteit op orde is. Want, uh, ja, en we hebben het ook nog vastgelegd ergens op een document... waar we doorheen kunnen browsen en we alles kunnen zien. En dan? Ja, je komt eigenlijk, wat je daaraan stipt, is eigenlijk iets waar je... Je hebt twee, twee sporen, een soort twee sporenbeleid. Je hebt, aan de ene kant heb je je governance, je governance op je data. Dat betekent, hoe, heb ik het nou, hoe ga ik het nou structureren binnen mijn organisatie? Uh, waar leg ik eigenaarschap neer? Uh, welke processen zijn er om data te wijzigen? Uh, welke processen zijn er om data-issues op te pakken? Dat, dat heb je dus aan de ene kant. Aan de andere kant heb je je data-management. Dat is eigenlijk je uitvoering dus organisatie van voor, voor je data. Dus hoe zorg ik nou dat op het moment dat ik mijn data-kwaliteit ga monitoren, uh, dat dat ook opgepakt wordt als, er, als daar bevindingen uit zijn. Ja. Het is eigenlijk finance en accounting zeg ik altijd hè? Eigenlijk wel, ja. Accounting stelt de regels en finance doet het werk, zeg maar. Dat is ook data management en data governance. Oké, okay, dus dan hebben we dus, dus um, data management, dus de, is dus de uitvoering. En governance is de echte bewaking van gaat het nog goed? Kaderstellend. Kaderstellend. Ja. Hoe implementeren we dat? Oh, ja. <laughs> ja, ja. ja, Dat even heel stil we, 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 we. <laughs> omdat, omdat dat eigenlijk heel erg afhankelijk is van de organisatie. Uh, Patrick, zei het, nee, Patrick zei het net ook al. Hij zei van ja, het ligt eigenlijk in, in de organisatie. Heel veel gebeurt er al, of heel veel is er al. Um, er wordt ook wel gesproken over non-invasive uh, data governance of data management. Nou, daar geloof ik persoonlijk niet in. Het heeft altijd impact. Um, maar het is wel zo. Sluit aan op bij wat, dat, wat er is. Dus heel veel organisaties hebben mensen die met data werken. Dus er is al heel veel kennis van de data. Er is al heel veel metadata vastgelegd op, op, op technisch niveau in je, in, je, in je databases. Gebruik dat en gebruik die kennis en gebruik die data om stap te zetten in, in, in het uh, beheersmatig verbeteren van je datakwaliteit. Ja, ik had het er ook. Uh, um, ik heb laatst een presentatie gegeven. En um, uh, het thema daarvan was ook grow as you go. Dus... Als je nou aan het developen bent, dan spreek je al met mensen die iets willen, die willen iets meten, die willen iets weten. Dat zijn al je kennishouders. Uh, je spreekt met mensen van bronsystemen die jouw data geven. Dat zijn ook een stel kennishouders. Als je die mensen dan bij elkaar zet, heb je eigenlijk al het begin van een teamje. En dat is misschien nog niet het definitieve team. Ze zijn misschien nog niet allemaal de goede mensen. Maar je hebt het begin van een team van mensen die iets kunnen vinden over die data. Is het nou goed? Gebruiken we het goed? Berekenen we het goed? Betekent het wat we denken dat het betekent? En op die manier kun je, um, ook door dat data profiling waar je eigenlijk issues naar boven krijgt, kun je beginnen om met dat teamje van mensen wat je hebt en de lijst met issues die je hebt, uh, te beginnen te werken aan je, het verbeteren van je datakwaliteit. En dat doe je dan niet als een project, niet als een, uh, een eenmalig iets, maar het moet eigenlijk in je, in je, in je, in je haarvaten, net als boekhouder. Dat doe je gewoon, dat moet je doen, altijd. Nou ben ik een CEO van een bedrijf van 300 man? Oh. Zou ik willen. Ik heb een, een aantal IT'ers ers die, die heel druk zijn met de mailbox in de lucht houden. En die, die zijn bezig met, met de website in de lucht houden. Ja, het productie-EAP-systeem is ook al een beetje oud systeem. En, en ik heb een IT-manager, ja, die man die moet nog 15 jaar, maar ja, hij doet wat hij doet. Waar ga ik het dan nou neerleggen? Waar ga ik nou zeggen, nou, jij bent verantwoordelijk voor datakwaliteit? Dat, dat is een hele leuke, want dan komen we op een van de discussies die, die, die we altijd vrij snel voeren in een project: wie is nou eigenaar van de data? Heel veel organisaties. Is de eigenaar verantwoordelijk voor de data of is de eigenaar. Nou, daar, daar, daar gaan we komen. Um, want, want heel veel, vaak hoor je in de organisatie, als je in de organisatie komt: nee, de data, dat is voor een IT. En oh ja, ja, ja de, de data is van de IT. data, ja. data is van de IT. Data, ja. data van de IT. Ja, nou, daar gaan we al. Nou, ja. Jij zegt het al, daar gaan we al. En, en toen? Ja, de IT zegt: ja, het systeem is van ons. Inderdaad. Ja. En, en, en dat gesprek aangaan, dat is heel erg leuk. Want op een gegeven moment, um, om je een voorbeeld te geven, hoe, hoe kan je dat nou doen? Um, ik was werk, ik uh, ben een periode Data Governance Director geweest bij een organisatie, um, uh, interim, uh, in de fashion industry. Uh, vanuit Hot Item? Vanuit Hot ja. Item uh, bij die organisatie. Uh, da, daar ga je op. Datakwaliteit is super belangrijk. Uh, zeker als je het hebt over webshops. Um, waar wordt data gecreëerd? Waar begint data? Uh, alles wat verkeerd staat in een uh, productdata zie je op een webshop. Uh, kleuren verkeerd, mensen krijgen verkeerde uh, kleuren in uh, thuisbezorgd. Uh, enorme impact op uh, imago natuurlijk. Dat, uh, dat vindt iedereen leuk om op, op een feestje te vertellen. Nou, ik had nu wat besteld en wat kreeg ik thuis? Het, het was niet blauw, het werd groen. Uh, Bewijs van spreken. Nou, op het moment dat je het in die organisatie heel tastbaar kan maken en dus ook met de mensen die die, die eigenlijk die data vastleggen, dus waar echt zeg maar uh, waar de data invoer het gebeurt. Point of entry. De, ja, het point of entry. Ja, je, je hebt, hebt nu, een, een andere vrouw, je point of origin en je hebt het point of entry, zeg maar het system of entry. Maar als je daar daar al begint en maar dan niet vertellen, zoals we het nu vertellen, maar je maakt gewoon, je pakt de website, je laat de website zien aan de mensen die de data invoeren. En dan begin je. Ja, wat zien jullie? Oh, wacht, nee, dat, dat, dat mis wat data. Wacht, nog even. Nou, invoeren. Oh, nee, de, de grap is, dat, dat realiseren ze zich helemaal niet. Dus ze, ze, ze beginnen dan te vertellen over eh, wat zij zelf tegenkomen op de website. En hoe lastig ze het vinden of wat er is gebeurd in, in het verleden. En als je dan inzichtelijk maakt van wat nou eigenlijk de hele pijplijn is van data invoer tot op de website. Dan laat je mensen tot in, zelf tot inzicht komen. Dat is veel krachtiger dan, dan het vertellen. Je laat mensen zelf tot, tot, eigenlijk tot inzicht komen dat de data-invoer ja, data die zij doen, dat dat de oorzaak is dat het daar fout staat. Want zij hebben ergens een label ge, uh, verkeerd gezet. Of zij hebben ergens een invoerveld misbruikt. Want ze konden het niet ergens anders kwijt. Ja, dus... en, toen blij, en dan blijkt het opeens in de naam van het uh, productsysteem. Maar het is dus per definitie ook gewoon echt nooit van IT. Hè? Dat is net als het geld is. Het geld is niet van finance. Het geld is van het bedrijf. De data is data een, 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 een van zo dus niet het belangrijkste asset is van een bedrijf tegenwoordig, dan is de data is van het hele bedrijf. En dus ook de problemen daarvan, je kunt ook. Je moet um, je zou moeten proberen op te houden met een vingertje te wijzen wiens schuld het is en wiens probleem het is. De data is van jou, van de enterprise. En we moeten met z'n allen zorgen dat dat goed komt. Want het is kritiek om dat bedrijf goed te runnen, om te verantwoorden, om te sturen. Je bent er stil van, jullie. Ja, ik laat, er eventjes, ik laat eventjes een, een, een pauze vallen. Dit, dit, zijn, dit zijn de, dit zijn de, de uitspraken, dit, de data is van het bedrijf. Kom je nou ook met, met adviezen? Toen ik nog in, in die bankwereld zat, hadden we het altijd over single point of entry. Is dat nu gestandardiseerd in organisaties, of zijn we nog steeds product A in bij marketing aan het invoeren en bij... Oh joh, bij de klanten bij de klanten waar ik nu zit hebben we uh, alleen bij B2B hebben we uh, zes producthierarchieën, dus van hoe een product uh, 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 allemaal onder elkaar hangen. En dan beginnen ze te snappen dat dat niet handig is en dat er één moet komen, maar dat doen we dan nog steeds wel alleen met een blikje van B2 met een blik van B2B. Dus dan krijg je nog steeds dat B2B doet zijn eigen product master, B2C doet zijn eigen product master. Zo krijg je dat elke, dus dan krijgen we nog steeds vier, vijf product masters en dan hebben we nog steeds discussies over cijfers. Dus dat is ook een van mijn ja, dingen die ik probeer aan te zwengelen, dus om de juiste mensen bij elkaar te krijgen om te vertellen: van joh, dat moet anders zijn. Singapore... Je hebt niet over product masters, maar ik bedoel echt. Dus... Wat ik tegengekomen ben is, offerte wordt ingevoerd in een marketing systeem, wordt in een CRM systeem. Ik knal het nog even in salesforce, in het financiële systeem en in het ERP systeem. We hebben vijf systemen waar dezelfde offerte in staat, maar allemaal verschillende getallen. Ja, ja en dan, dan kom je uit, uh, dat zie je bij heel veel organisaties, zie je dat nog steeds gebeuren. En dan kom je eigenlijk, dat is waar wij heel vaak ook beginnen met uitleggen. We beginnen eens met het point of origin. Dus wie neemt het besluit om een bepaald data-element... Uh, te gaan invoeren of, of, of in het systeem te zetten. Waar ga ik het invoeren? Wat wordt mijn system of record? Hè? De, waar ga ik de waarheid uh, bewaren? En wat worden dan mijn systems of use? Dat om, om te voorkomen dat we, de, de situatie die jij schetst. Ja, soms... en, 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 daar keuzes, en daar keuzes in maken. Ja, dat, dat is eigenlijk het meest moeilijke nog: keuzes maken. Ja, het is niet altijd te voorkomen. Hè? Dat zie je ook bij een beetje data quality tooling hè? of master data tooling. Uh, iedereen hangt daar een eigen label aan. maar het is als het niet te voorkomen is, als je uh, meerdere landen hebt waar iedereen uh, toch een eigen ERP-systeem is, je moet het toch bij elkaar brengen, dan ga je, ik heb een beetje een hekel aan al die termen, maar dan ga je masterdata achter doen. In ieder geval je gaat data bij elkaar brengen. En dan zul je moeten gaan ontdubbelen. Dan ga je dingen, uh, ga je uh, data bij elkaar brengen, ontdubbelen, verrijken. Hè? Wat de ene mist heeft de ander wel. En dan ga je die data uh, zodanig verrijken dat je zegt van oké, okay, en dit is het complete plaatje. En dat ga je ergens opslaan. En dat noemen we dan wel een master data. Um, of een golden record. Of uh, uh, wat voor term het ook allemaal hangen. Maar, dus of kies een plek. Zorg, voorkom dat je vijf keer invoegt. Of als het niet anders kan, doe dat dan wel. Maar zorg dan in ieder geval dat je dat universele beeld kunt maken. Andere vraag. Is datakwaliteit technisch op te lossen? Kunnen we... Als we dromen over algoritmes de komende jaren, een algoritme vinden dat zegt, joh, dit heb je ingevoerd, bam, ik heb, joh, ik heb dit even voor je verbeterd, want het was niet goed. Het is, het, is heel, het is heel mooi. Uh, twee weken geleden was ik op uh, Data Governance uh, Master Data Management uh, Conferentie in Londen. Er uh, komen Europees eigenlijk wel, de, de leaders komen ook bij elkaar. Uh, heel veel cases uh, worden daar gepresenteerd. En daar waren verschillende presentaties die uh, gingen over de uh, inzet van artificial uh, intelligence om je datakwaliteit te uh. Dat kan ook niet missen. We moeten toch even over AI gaan hebben vandaag. Nou, nou dan, gooi dan, hem daar, in. Daar komt hij. Ja, en, en wat daar eigenlijk uh, gebeurde is dat ze zeiden van ja, een heleboel van die datakwaliteitschecks, die laten we steeds, die gaan we steeds meer automatiseren. En er waren een aantal voorbeelden van, bij verschillende bedrijven, waar ze dat aan het, aan het uitproberen zijn. Het is nog niet zo dat het. Uh, dat het uh, dat het uitgehard is, dat het uh, va vaak in productie is. Maar, maar je ziet het, het komt eraan. Het gaat ja. er echt aan. Dus, dus, dus heeft... AI gaat ons helpen om de anomalies en om de misingevoerde data daadwerkelijk, zonder ook de kennis van de, van de metadata en de context, op te lossen. Maar ja, dat is niet alleen AI, hè? de huidige Data Quality Tooling kan daar al heel veel in. Ja, ik, ik, ik heb dus, noemen we eens wat, wat typische Data Quality Tools en wat doen die tools? Nou, um, um, ik ken er zelf twee, dus daar zal ik, dan ook, zal ik het ook bij houden. Uh, we hebben uh, van Informatica, die heeft uh, Informatica Data Quality of, of, of BDQ, he, IDQ of BDQ. Uh, Trillium Software ken ik zelf, dat is uh, een tijdje geleden overgenomen door SyncSort. En um, wat zo'n tool in de basis doet, is, uh, is um, uh, twee dingen. Eén is profilen, dat is dus inderdaad het bladeren, browsen door je metadata van wat zie ik allemaal voor rare afwijkingen. Um, die tool helpt daarin. Hè. Die gaat al zeggen, dit is een afwijking van een norm. Wat ik zei met die postcodes, van hé, hey, ik zie altijd 1000 in Amsterdam... en hier zie ik 3000 in Amsterdam. Dat, is een af dat hoef je niet te vertellen. Dat gaat, hij laat je zien dat het een afwijking is van een norm. Dus dat zit er al vaak in. En dat doet hij dan op de, op de SQL-omgeving waar we in werken? Ja, SQL-omgeving of flat files. Of, ja, uh, dat, dat kan dus ook op ongestructureerde data? Um, dat is natuurlijk de, 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 de meeste data in organisaties is ongestructureerd. Wat bedoel jij met ongestructureerde uh, data? Van, uh, van plaatjes tot. Uh, tot uh, uh, nou, noemen ze wat ongestructureerde dingen? Wat niet in de data warehouse zelf zit. Maar nee, wat ze we zit... wel willen gebruiken in, uh, voor onze analyse tools. Nee, het zit wel vaak in, de, uh, in, in gestructureerde data. Ja. Ja, dus dat wel. Het, als we in de smiezen hebben en netjes gesorteerd hebben, dan kunnen we dat uh, gaan aanpakken met. Uh, Trillium, zei het. Hey, hoe zei het nou? Nou ja, Trillium of, uh, of uh, informatica IDQ of BDQ. En laten we ook niet vergeten, hè, een heel groot deel van onze data is nog steeds, staat in databases. Hè? Ja. En uh, ook vooral als we er stuurinformatie van gaan maken uh, en als we gaan rapporteren en verantwoorden, is dat vaak nog gestructureerde data. Dus uh, op zich is dat. Maar goed, die tools die kunnen dus um, zelf al uh, uh, afwijkingen van, van normen detecteren. Hè? En of uh, wat ik vaak als voorbeeld gebruikte was een zag je, en, en had je een klinkt als routine die dan bijvoorbeeld voor de, uh, voor um, de stad Londen uh, is de klinkt als routine LNTN klinkt als LNTN. En dan zie je alle afwijkingen daarvan. Dan zie je dus van oké, okay, dit klinkt allemaal als Londen. Alleen we hebben Londen, London, Londoen, Londen met een punt. Um, dus die tools doen het al vanzelf dat ze zien van dit zijn afwijkingen van de norm. Dus daar hoef je niet per se te gaan AI'en nog. Gewoon rule-based bedoel je? Um, nee, patronen en afwijkingen ja. van patronen. Ja, oké. Okay. Dus dan hebben we zo'n tool. Um, hebben, we er geld al? hebben bedrijven er geld voor over? Voor zo'n tool en voor de implementatie? Ja. Um, nee, dat is uh, ja, ja, sommige bedrijven wel. Hè, maken die beslissing nu. En, en, en na heel veel uitleggen snappen ze ook, je moet grip krijgen op je data. En als je niet in je data kunt kijken. Ik geef als het voorbeeld: ga nou niet met een, uh, met een emmer en een Mop de A2 asfalteren. Daar heb je asfalteermachines voor. Die doen dat sneller, efficiënter en veel beter. Dus ga niet met SQL of met de hand of met Excel. Kijken naar je data. Wat zit er voor afwijking in. Die tools doen. Uh, wat je normaal met duizenden queries doet, doet zo'n tool in minuten en laat je de resultaten zien. Oké, okay, dus de, de, de nog, we gaan even terug naar de casus. Bedrijf komt bij jullie langs, middelgroot bedrijf, wil met uh, data analytics aan de gang, heeft nu een uh, derde data warehouse. Jullie komen binnen en zeggen jongens, die datakwaliteit, dat gaat gewoon niet werken. Ga daar eerst aan werken. Dan komt er nog verder van hot item, dat leg je bij de CEO neer, die schrikt zich natuurlijk het rambam. En dan? Nou, eigenlijk is dat uh, wat, wat, ik pretende, wat, wat ik wat ik uh, vind persoonlijk is dat je dat helemaal niet moet doen als een offerte, en als een project. Je moet de processen van zo'n bedrijf, de processen die je al hebt, er moet overal uh, gewoon een data quality component gaan. Nou, even profiel. Moet je wel een toeltje kopen? Dat is niet zo. Hoeft kost dat? Uh, ja, dat varieert van. Hoe is een bedrag? Laten uh, uh, we voor 100.000 euro, 10.000. Uh, nou, Atacama is gratis. Dan zeggen ze zijn meerdere prijsstructuren. Sommigen doen het op user base, zou je niet zo de prijs kunnen noemen, maar sommige zijn user base, waar anderen je het afkopen. uit de profiling tool is inderdaad kan je gratis. Met beperkte functionaliteit, hè? Maar dus de... laten we even constateren, het hoeft dus niet heel duur te zijn. Nee. nee, niet per se. Dus, dus datakwaliteit is een groot probleem. De datakwaliteit is zit overal in de organisatie en in de organisatiestructuur. De oplossing is een tool die dat kan helpen. En die tool is niet de grote bottleneck in het project. Nee, je moet het gewoon gaan doen. Dat is net als wat, ik, wat ik zei, hè? het is geen project. Het is net als boekhouden. Je moet het gewoon altijd doen. Hoe moeilijk is het om een bedrijf te overtuigen dat ze dit moeten gaan doen? Ga je, moet je dan uren in zo'n boord gaan praten met die, met die bedrijven? Jongen? dit moet je echt gaan doen. Meer echt Aha. gaan doen. Nou, een van de mooie dingen. Kijk, wij als wij bij een organisatie binnenkomen beginnen wij vaak altijd met een scan. Dus, een korte, korte periode, vier tot zes weken, waarin we zeggen van oké, okay, jullie mijn vraag. Laat ons met, in ieder geval met, met, met een aantal stakeholders of belangrijke personen binnen jullie organisatie praten. Uh, zowel mensen die vanuit strategie-conceptueel uh, niveau uh, verstand hebben van wat jullie doen, maar we willen juist ook met een aantal mensen die inhoudelijk va va vakkennis hebben. Dus bijvoorbeeld mensen die uh, echt kennis hebben van jullie data. Uh, functioneel beheerders, applicatiebeheerders, uh, data-analisten. En op die manier uh, in, een, een beeld uh, vormen van de van de organisatie. Waar staan ze qua maturity ook als het gaat om, uh, om data? Uh, waar staan ze? Uh, zijn ze er al mee bezig? Uh, zijn de mensen een beetje data literate? Uh, dus be begrijpen ze het belang van data. En op het moment dat we de, dat we dat weten, dan kan je, dan kan je vaak ook veel beter uh, de vraag die, die ze hebben interpreteren en uh, vertellen welke stappen je wil gaan nemen om datakwaliteit en om daar grip op te krijgen. Om hey. dat te verbeteren. Nee, je moet het, je moet het, je moet het uh, uh, ook gewoon veel uitleggen. Je moet het continu vertellen. En eigenlijk is dat, uh, ik heb volgens mij al eerder aan gerefereerd, het is iets wat, wat ik, waar ik met mijn hoofd niet bij kan, dat we zoveel doen met data, uh, analytics en, en sturen en verantwoorden. En, 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 en we willen van alles doen, uh, de operationele processen. En we weten niet precies waar we het over hebben. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Ja, dat... even, even heel simpel metadata. Ik, ken, ik ben ik zou natuurlijk met een, 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 een data warehouse in SQL. Ik kan in mijn R-studio of in mijn jupyter omgeving via Python kan ik netjes mijn dataframes downloaden. Ik krijg nergens metadata te zien. Nee. Dus, dus de hele technische achterkant van die systemen die is al niet eens ingericht op metadata. Maar wat als je als jij dan met 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 R bezig bent om analyses te doen? Hè? En je zegt ik ga deze data ga ik analyseren. Hoe weet je dan welke data dat is? Wat staat er? Waar, waar ben je mee bezig? Hoe weet je dat? Nou ja, ik ken het hele. Ik ben, ben ooit de project aan geweest van dit grote project. Ik doe een promotieonderzoek op elektrisch vervoer, dus wij gebruiken laaddata van die uit laadpalen komt. Nou, breek me de bek niet open van hoeveel, hoeveel, hoeveel fouten er in die data kan zitten. Ik zeg wel eens, als, als, als de data van, van uh, die uit, zo uit die palen komt. Uh, daadwerkelijk waar is, dan heeft eindstijd ongelijk. Dus dan kunnen we kunnen daadwerkelijk tijd reizen, bij zo'n spreken. Maar er zitten natuurlijk allemaal gekke dingen in die, je, die onherroepelijk zijn. Want Het is natuurlijk sensordata. Ja, dus die is vrij gestructureerd. Die zelf gestructureerd Maar zelfs daar zie je natuurlijk de meest gekke elementen in zitten. Maar jij weet, als je naar die data kijkt, weet je van al die kolommetjes precies wat het betekent? Ik weet, ja, maar ik ben natuurlijk vier jaar met een PhD-onderzoek bezig. Dus dat heeft vier jaar gekost. Dus dat, 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 ja. ik kan en natuurlijk... als jij weg bent en ik kom dan binnen, uh, weet ik het dan, is, dan ook? Dat is natuurlijk mijn volgende vraag. Dus jullie komen daar aan in zo'n bedrijf. We hebben het voor elkaar. We zeggen, nu, nou kunnen we analytics doen. Die data literacy, het literacy. is nu, op, nu voor elkaar. Hoe lang duurt het voordat jullie weer gebeld worden van, ja, sorry, ja. Nou ja, het is de klad is erin gekomen. en we dus, ja, nou, kunnen je nog een keer helpen? Uh, ja, dat gebeurt dat? Uh, nee, uh, 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 jij hebt het over iteratie 2, zeg maar. Ik hoop dat we nog eens een goede start zullen kunnen maken met, met iteratie 1. Maar... Uh <-huh> Kijk, je staat soms aan de zijkant. ernaast en je ziet het gebeuren: hè, dat er big data platforms worden ingericht. En dat je zegt van jongens: als je nu Greenfield gaat beginnen, zorg dat je van alles wat je ingest in je data lake. dat je metadata vastlegt. Dat je weet wat het allemaal is. Zodat die data, als die data scientist weg is, dat we nog steeds weten wat het is. Uh, ja, 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 ja. Maar uh, eigenlijk, uh, we hebben wel maar koffie. Ja, krab budget, geen ja, geld, geen tijd. Is, ja. Dus uh, uh, doe eerst maar data erin. En dan sta je ernaast en je hebt gewoon het, het het gaat gewoon niet ze gaan gewoon zonder metadata verder we zijn in 20 jaar nog geen stap verder in veertig ja. jaar nog geen stap verder veertig jaar is nog zo lang nou ja in de zin van dat we dat de data al de eerste SQL de databases zijn ook al 40 jaar oud En ja. toen was het probleem er al ja het is het is het is de uh, ik was te filosoferen met iemand dan is het het is de projectgedrevenheid hè? het is we moeten uh, het moet dan af zijn en uh, de vraag is veel minder dat het dan ook goed moet zijn en wat doen we nadat het af is? Hoe houden we daar controle op? We zeggen gewoon, de uitspraak is kwaliteit is nooit af. Nee. Nee. Nee, ik denk dat dat een uh, juiste stelling is. Ja. En essentieel. En hoe gaan we nou ervoor zorgen dat, dus, dus die poppetjes in die organisatie, dus die, die gaan we aanstellen, dus een data governance manager, zeg je, zeg je dat zo goed? Dat ben jij geweest, als ad als, als interim. Ja, hoeveel, hoeveel dagen per week ben je dan bezig met de data governance... als interim manager vanuit jouw gedetacheerde rol? Nou, op, op, op dat moment uh, was het echt een greenfield. Er was, er was een, in die organisatie was nog heel weinig op het gebied van governance. Uh, dus daar, 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 daar begin je mee. En je bent vooral op dat moment bezig... je bent gewoon vijf dagen per week ben je bezig met het praten met mensen... over data, waar, waar, over hun bedrijf. Over waar zij mee bezig zijn elke dag. En waar zij dan tegenaan lopen. Dus je, je, bent, je bent een soort spons... Die alles opzuigt en met elkaar probeert te verbinden. En, en, en dan langzamerhand merk je dat er toch ergens, het zijn grote organisaties, dus je merkt toch dat er links en rechts, wat Patrick ook aangaf, zijn er toch mensen die er, die er wel mee bezig zijn? Of er is een, er is een enthousiaste manager ergens uh, links onder in de kelder weggestopt. En die blijkt wel al een, een bepaalde vorm van een glossary te hebben. Die, die legt wel al wat dingen vast. Nou, en dat probeer je. Daar probeer je op aan te haken, dat, dat probeer je verder te brengen. En op een gegeven moment, ja, nou, dat, dat, dat is het verschil tussen dat governance deel en dat en data management deel, dat dat management deel loopt altijd door. Het governance deel op een gegeven moment, heb je je structuur staan, je hebt je processen ingericht, je hebt je monitoring. En je leert dan de mensen in de, in de business om daarmee te werken. Dus vijf dagen per week iemand aannemen op datamanagement? Nee. Nou, niet één iemand. Dus je, je, je hebt meerdere mensen nodig. Je, 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 hebt, je hebt mensen nodig die, die van de, de organisatie kennis hebben. Je hebt, je hebt mensen nodig die uh, de analyse skills hebben, informatieanalyse skills. Je hebt mensen nodig die uh, de engineering skills hebben. Uh, dus het, het is breder. En of je ze allemaal aan moet nemen, misschien heb je ze wel in je organisatie. Nou, je zegt het, je zegt het uh, uh, met een uh, toontje van, nou, daar moet ik allemaal mensen aannemen. Dit is je belangrijkste asset. Data is, zonder data besta je niet, doe je het niet. Dus ja, je hebt mensen nodig om dat te managen. Ja, ik begrijp dat wel. Maar als we even kijken, het Ernst en Jong rapport over dat 4% nu bezig is met, met, met hopelijk een beetje AI implementeren. Het, het rapport van Go Data Driven over de Big Data Survey. Dat 60% van de projecten niet, niet lukt omdat er een IT-manager niet meewerkt. Uh, barrières in ziekenhuizen. We hebben het wel echt over de echte wereld natuurlijk. Hè? En die echte wereld is natuurlijk één grote barrière die opgeworpen wordt. En nu wordt er, wordt er gezegd, ja, want de mensen... Ja, maar hoeveel hoeveel faalt er uh, zeg maar uh, hoeveel BI-projecten, data warehouses. Ik heb trouwens nog een leuk voorbeeldje. Ja graag. Zet, maar hoeveel projecten falen er doordat dit niet in orde is? Hè? Ik had ik was in 2017 bij Enterprise Data World. Dat was in Atlanta en dat was uh, vijf dagen alleen maar mensen over data management, data governance. En uh, er was een keynote van iemand van de Fed en die vertelde dat toen Lehman Brothers omviel aan het begin van de financiële crisis. Um, dat ze dus enorm snel moesten weten welke bedrijven er allemaal gelieerd waren aan Lehman Brothers. Want dan moet je geen zaken meer doen, want dat, is, dat gaat je enorm veel geld kosten. Dan uh, nou hadden ze een prachtig data lake en zeiden ze ook: daar staat al die alle informatie in. Alleen ze hadden geen metadata, ze wisten niet waar het stond of wat het precies betekende. Ze zijn drie weken bezig geweest om dat boven water te krijgen. Dus er is drie weken doorgehandeld, zaken gedaan. Met bedrijven die onderdeel waren van of geleerd waren aan Lehman Brothers. Allemaal omgevallen en allemaal. Ja, het heeft miljarden, miljarden gekost. Dus uh, echt dat tonnetje voor die data quality manager, dat kan wel lachen. Ja, nee, ik, ik ben er ook mee eens. Ik, 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 ik spreek even namens de luisteraars van zo'n podcast. Die denken, nou oh, ja, ik wil wel, maar hoe ga ik het dan voor elkaar krijgen? Um, even kijken, waar staan we over vijf jaar? <laughs> mooie, mooie vraag. Over vijf over vijf jaar uh, is er een veel groter databewustzijn uh, bij de businessmanagers. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dat hoop ben, ik ook. Ja. Ja, ik, daar ben ik van overtuigd. De, alle ontwikkelingen gaan die kant op. Uh, je ziet ook steeds vaker aan de vragen of de gesprekken die wij voeren, dat steeds vaker de vraag komt, hé, hey, en onze data? of? Moeten wij wat met data in ons businessmodel? Uh, die vraag zien wij steeds vaker komen. Ja, we zit ook met jou te praten erover nou. Hè? Dus dat zit, in, zeg maar. ja, dus daar zit al... het zwang in. De, de, de hele, de hele, ja, als je kijkt naar het, het TNO AI-net rapport over de Nederlandse AI-strategie en datastrategie, dan gaan we... 2019 moet het gaan bewijzen. Dit jaar moet het gaan bewijzen. Moet het nu ook echt gaan doen. Ja, het is hoor je overal. Dus dit begint nu een, een, beetje, een beetje van, van nou, te beginnen. Dus ik, ik snap wat je, wat je zegt inderdaad. Het, over vijf jaar zijn we daar wel. We hebben we een aantal stappen gezet. Ja. Daar ben, ben ik van overtuigd. Ja. En, en, en Vergeet we niet. Wij veel minder vaak de discussie te voeren: is het nou noodzakelijk dat wij de basis op orde brengen? Want dat, dat, dat is vaak wat je wat, wat, wat je, wat je met, nu ziet. Met cloud nu. Die uh, uh, discussies horen we ook bij klanten waar ik kom. Dat, uh, dat er cloud strategieën zijn, hè? dat we van on-premises -premise, on naar de cloud gaan. Daar wordt het alleen nog maar veel belangrijker. Want hè, data verspreidt zich alle kanten op naar uh, diverse clouds en diverse toolings, diverse solutions. Als je dan begot niet meer weet waar je eigen data staat. is trouwens ook een GDPR uh, grappig uh, leuk consequentietje nog. Als je geen flauw idee hebt waar je data allemaal staat. Um, en of het allemaal klopt. En als je niet oppast, dan ga je daar weer eigenlijk ga je terug naar 1990. En krijg je weer je access en Excel hel. Zo iedereen maakt zijn eigen waarheidje. Maar nu ergens in de cloud in plaats van in Excel. Maar... En vervolgens gaan we weer een discussie krijgen van ja, maar jouw cijfers kloppen niet met mijn cijfers. Hey heren, en uh, heb je wel eens een schoudergeklopje gekregen van.? Uh, Even de, de, de andere kant van het verhaal. Uh, ik kan me voorstellen dat, dus, de data scientist... dus heel blij zijn met jullie evangeliseringsdrang van die data kwaliteit. Kom je nou wel eens op een analytics afdeling te zeggen: hé, hey Patrick. Dat was fijn, dankjewel man. Daar ben ik echt blij mee. Nee, dat moeten we vooral onder elkaar doen, Remco en ik. Zeg maar. Nee, heb je het nog nooit meegemaakt dat je zegt: nou, dat was echt fijn dat we, nu, dat we nu gewoon uit kunnen, de predictive maintenance kunnen doen en uh, dat het nu echt gewoon werkt? Nou, ze zijn vooral blij dat je, uh, dat je ook voor hun evangeliseert. En dat zij misschien ook gereedschappen gaan krijgen om hun metadata te kunnen gaan vastleggen en om grip te kunnen houden op wat ze hebben en te begrijpen wat ze hebben. Um, maar we zijn er nog niet. Ik heb, ik, heb, ik heb nog niet bij een klant gezeten die er al is. Nee, ik, uh, daar worden wij ook misschien niet gevraagd. Dus wij, wij worden gevraagd bij de klanten die, die, die er nog niet zijn. Ja. Um, maar wat je, weet je de, de data scientist en uh, het ongeduld van de data scientist, dat, 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 dat kom je wel tegen. Dus krijgen we schouderklopjes? Ja, we krijgen zeker schouderklopjes in de zin van blij dat jullie er zijn en blij dat er eindelijk wat uh, aan wordt gedaan, ja. um, kunnen jullie het morgen af hebben. <laughs> ja. Ja. <laughs> hoe lang, hoe, even mijn laatste vraag. en Dan moeten we echt gaan stoppen. Het is al 50 minuten. Maar dit is natuurlijk zo'n tastbaar onderwerp. Dat iedereen misschien wel urenlang over wil doorpraten. Hoe lang duurt het nou eigenlijk? Hoe lang, hoe lang ben je nou bezig? We pakken een gemiddeld land van jullie. Hoe lang is die nou bezig om de boel voor elkaar te krijgen? Met jullie. En dan trekken we een blik uh, data scientist, engineers en pipeline en engineers open. General. Om meteen even een definitie kwestie erin te gooien. Wat is uh, voor elkaar krijgen? Ja. Nou, geef hem, geef hem zelf maar. Weet je, noem eens een case. Zegt, nou, zo lang heeft het ons gekost. Dit is er gedaan. En toen gingen we pas snelheid maken. Ja, ik, zoek ondertussen even ik vind dat heel lastig. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk vind dat het geen project is. Dit is iets wat je continu gewoon altijd moet doen. Dat is, dat is vaak ook het adagium als we beginnen bij een organisatie. Jongens, heel vaak krijgen we de vraag. Wanneer eindigen jullie project? Het eerste wat je zegt. Van, dit is geen project. Wij zijn er hier. We're here to stay. En hoe lang? Wat zeggen ze dan? Oh. <laughs> ja, ja. Ja, moet en het, en en daarom daarom is het ook zo zo belangrijk dat je dat het op de juiste niveau van de organisatie ook uh, dat ze het begrijpen of dat er in ieder geval een, 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 een eigenaar is iemand die die zegt van ik begrijp dat dit niet een project is wat afloopt. Wie is dat? Want dit is, hebben we hebben natuurlijk met uh, Adil en met uh, Rob gesproken over de, de data-driven boardroom. Uh, hoe gaan we die boardroom nou data-driven krijgen? En dan, dan zie je, dan, zij zei ook, ik quote eventjes uh, volgens mij uh, Rob, die zei, ja eigenlijk je moet gewoon zo'n, doe eens gek en neem een 35-jarige aan in de organisatie als CTO. Kijk wat er dan gebeurt. Hoe, hoe moeilijk is het nou om die, om die board te overtuigen daarvan? En, en wie, wie kom je dan tegen? zie je dan dat die, die 50-jarige man in een stroptas die zegt: nou, heb je meer met datakwaliteit? Of zeg je nou die jongeren die gaan het overnemen? Nou, wat ik daar heel vaak in zie is dat heel veel informatie vanuit de werkvloer helemaal niet meer doorsijpelt tot uh, naar boven naar de boord. Dus zij zien niet, zij zien processen die doorlopen, maar zij zien niet meer de moeite of dat wat er allemaal gedaan moet worden uh, om die processen door te laten lopen. Dus die hele herstelfabriek die in, in, in grote organisaties zijn om die processen door te laten lopen. Op het moment dat je dus in je diagnostische fase daar, daar een, 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 een zicht op krijgt van hoe groot is dat eigenlijk? En dat kan, kan onderbouwen met cijfers. Uh, al zijn het schattingen. Ja, dat, dan, dan heb je ze. Dan luisteren ze. Dan zeggen ze, maar, wacht eens even, hoe bedoel je? En, en op het moment dat de vraag, hoe bedoel je? Dan zijn we in gesprek. Dan ben je in gesprek. Heren, we moeten afronden. Want het is een, een heerlijk gesprek, maar we moeten afronden. En? Um... De kettingvraag. Jullie hebben de mogelijkheid om een vraag te stellen aan een volgende partner. Of aan een volgende gast. Um, in dit geval hebben we het over de Amsterdam Data Lab. We gaan met Ger Baron en met Thomas Elkemans praten over de data van Amsterdam. En die Amsterdam is echt een van de steden in de wereld die echt voorloopt op datamanagement. En die deelt heel veel data met de wereld. Wat zou je nou willen weten van datamanagement of data governance als het gaat om stad Amsterdam? Heb jij er een Remco klaar? Ik, ik ben wel nieuwsgierig naar iets, maar... Ja, gooi hem in hoor, alles mag je vragen. Je hebt ook een vraag gekregen van de NS. Alles mag je vragen. Uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe zij daar dus grip en controle hebben op, uh, uh, op hun data. Dus hoe managen zij hun data? En hoe vervlochten is dat met hun uh, met hun bedrijf? Zeg maar? Leeft dat overal? Is het een project of heb je het echt goed voor elkaar? En hoe prachtig en geweldig is het dan? Nou, ger, ga er maar aan staan. Heb je nog een vraag? Uh, nee, ik sluit me hierbij. Aan. Sluit daar, daar, ja. aan. daar kan Ger een heleboel over uh, vertellen. Hé hey, heren, bedankt voor dit gesprek. Um, als we meer willen weten over data management, zitten de whitepapers op de website van HotItem. Item? Kunnen we daar iets vinden? Uh, ja. ja? Uh, een blogje er uh, uh, komen er nog een paar aan. Ja. Uh, dus ja. Jullie, heb je nou zelf als luisteraar vragen over data kwaliteit, data management? Of wil je gewoon dat deze heren nog een keer spreken hierover met concrete vragen? Stuur ze naar iedere ieder mailadres aan de dataloog.nl en dan nemen we ze op en dan gaan we het dus eventjes nog eens een keer dunnetjes overdoen. Volgens mij hebben we het, het topje van de ijsberg gehad en er zitten nog heel veel vragen over datakwaliteit hieronder. Ik dank jullie hartelijk voor het, uh, in de, het zijn in de uitzending en uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel, tot ziens. Zo, oh, een de nee, 56 uur. God. Zo, ik dacht. Uh, ik moet dit nog en dat nog een Bedankt voor het luisteren heen. naar deze uitzending van de Dataloog Podcast. We, 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 we. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van de Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data. Dit is de DNB, dit is de wetgeving, ga er maar aan voldoen. En dan krijg je dat de banken, dat de banken zeggen van, oh, je moet nu gaan rapporteren op, uh, op, op dingen waar wij eigenlijk helemaal niks van weten. Wat is het mooie als je gereguleerde